Ik ben in Leuven bij het huis van dirigent en muzikoloog Jan Kaaiers. Hij schreef een biografie van Ludwig van Beethoven en ik ga met hem praten over Beethovens strijkkwartet opus 127. Het Nederlands Kamerorkest gaat dat binnenkort spelen in een bewerking voor strijkorkest. Hoeveel hoog zijn we nu in het bos? Dit is de derde verdieping. Derde verdieping, dat is ongeveer. Ja, dat zijn 60-tal trappen die ik etelijke keren per dag doe. Ja, dit is mijn heiligdom. Het is een sacrale ruimte, dit is mijn werkruimte. Hier studeer ik, hier lees ik, hier denk ik ook na. Je moet als je met muziek, maar ook met kunst, met schoonheid bezig bent, dan moet je een beetje kunnen afsluiten van de wereld. En dat doe ik hier. Ja, want u heeft een biografie geschreven over Ludwig van Beethoven. Ja, dat is ja. En wat was de aanleiding? Wat intrigeerde u aan deze componist? Goh, dat zijn twee verschillende dingen, hè. Dus... Ja, begin bij één. Ja. Nee, de aanleiding was dat ik in 2003 ben weggegaan bij de Beethoven Academie, waar ik eigenlijk heel veel jaren muziekdirecteur was. En ik had echt behoefte om alle dingen die ik de voorbije 20 jaar had opgebouwd, rond Beethoven in het bijzonder, om die eens neer te schrijven in een soort manifest. Dus ik wou eigenlijk eerst een boekje schrijven van een 200-tal pagina's. Maar naarmate dat ik daarmee bezig was, merkte ik eerst dat er heel weinig boeken echt een goede biografie over Beethoven geschreven zijn. Dat klinkt heel eigenaardig, maar dat is zo. Dus ik merkte dat daar een enorme hiaat was. Maar bovendien raakte ik zo meegesleept door die figuur, door zijn verhouding met zijn tijd, door dat wenen van die tijd, ja, dat ding een eigen leven is gaan leiden en zo, is eigenlijk een beetje onverwacht toch dat dik boek eruit gekomen. Want wat kwam u tegen? Je kunt het je niet voorstellen wat die man kon. Hoe fenomenaal zijn brein was. Zijn muzikaal brein was. Dat moet uitzonderlijk geweest zijn. En dan iets helemaal anders ben ik er ook achter gekomen naarmate ik al die brieven van hem heb gelezen enzovoort. Ja, want dat zijn alle brieven van Beethoven, van en naar hem, 7 delen. Maar als je die brieven heel veel leest, dan zie je wat een aardige man Beethoven kon zijn. Beethoven was aan de ene kant een enorme professional die genadeloos de lat hoog legde als het ging over zijn muziek, over de uitgaven van zijn muziek, de uitvoering van de muziek. Maar daarnaast was hij een enorm innemende, lieve man. Nee, want dat is niet echt zijn imago. En dat is niet zijn imago. Hoe komt u dat tegen? Waar blijkt dat uit? Dat lees je gewoon. Dat lees je gewoon hoe hij tedere dingen kan zeggen tegenover mensen. En niet alleen tegenover vrouwen, ook tegenover zijn vrienden. Je voelt dat ook aan de humor. Beethoven had een ongelooflijke fijne humor. En eigenlijk hoor je dat ook veel in zijn muziek. Wij denken altijd aan pa, 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 pa. Ja. Zo, en dan zie je, der Beethoven is daar. Ja? En dat is natuurlijk een constructie van de 19e eeuw. Duitsland heeft de Duitse muzikologen die begonnen zijn met het beeld te schilderen van Beethoven, die hebben een beeld gemaakt in functie van wat zij vonden dat hoe een genie moest uitzien. We gaan met het Nederlands Kamerorkest een bewerking spelen van het 12e strijkkwartet van Beethoven. Kunt u dat plaatsen in zijn leven? Wanneer schreef Beethoven dat? Hij heeft dat geschreven einde 1824, begin 1825, dus onmiddellijk na de 9e symfonie eigenlijk. Dus na de grote muziek komt hij dan in een totaal andere wereld terecht. Dit is een deel dat 15 minuten duurt. Het is gigantisch lang. Wij weten nu dat eigenlijk een thema met variaties is. Dus je hebt één thema dat dan een aantal keren gevarieerd wordt. Nu, het begint al bij de gigantische prestatie dat het thema zelf meer dan 2 minuten duurt. Beeld u dat even in, een thema schrijven dat 2 minuten duurt. Dat is een brug bouwen over een eindeloos lange en brede rivier zonder steunpunten. Alleen dat al maar is een gigantische prestatie. En je hebt eventjes het gevoel van een rustpunt ongeveer in het midden. Maar hij gaat nog voort. In één boog. In één zin, is een lange zin van
Een halve bladzijde. U benadert het eigenlijk op een hele intellectuele manier, maar u wordt ook geraakt. Natuurlijk, dat is, maar dat, het grote, de grote kunst bij Beethoven is die combinatie van iets wat tegelijkertijd intellectueel, compositorisch, technisch, van een enorm niveau is. En dat tegelijkertijd emotioneel blijft. En bij Beethoven zijn die twee in een extreem evenwicht, waarbij dan nog het intellectuele enorm naar daar gaat en het emotionele enorm naar daar. Je moet dat allemaal niet weten om aan te voelen dat je vertrouwen kunt hebben in die componist. Hij gaat ergens naartoe en je weet niet waar, maar je weet wel, vroeg of laat komen we thuis. Het strijkkwartet opus 127 van Ludwig van Beethoven in een bewerking voor strijkorkest. Door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Sir Colin Davis. In het Concertgebouw op 26, 27 en 28 februari. Voor meer informatie kijkt u op orkest.nl.